alle vrouwen die een stoma hebben of iets anders hebben aan hun lichaam, dat blijft toch een uitdaging, denk ik. Ik wil ermee naar buiten komen, het taboe doorbreken, maar eigenlijk denk ik dat ik al jaren bezig ben met het ook wel te verstoppen. Kledij is ook al 26 jaar toch wel een redelijk groot probleem. Als ik nu in de spiegel kijk, blijft het na al die jaren toch wel moeilijk. Ik zal nooit volledig 100% zelfvertrouwen hebben, dat voel ik. Op een zeker moment gaat u kleden alleen maar om dat probleempje te verhullen. En de rest, de schoon dingen van dat lichaam, worden ook mee verhuld. Een constante zoektocht naar. De laatste jaren al veel verbeterd op het gebied van mode, maar in het begin toch. En het blijft toch altijd rekening houden. Ik heb u bekeken en ik heb een paar andere dingen uit de rekken gehaald. Ja. Bijvoorbeeld deze. Ik heb die gekocht omdat die in het bovenstuk van uw lichaam echt mooi tot zijn recht gaan laten komen. Ik hou rekening met uw probleem. Ik zorg dat er niks knelt. Ik vind dat op zich mooi, maar ik zou dat nooit uit de rek halen. Nooit. Te opvallend. Geweldig vind ik dat, hè. Dat je dat zegt. Ja, dat doe ik. Ik vind dat super mooi en inderdaad trendy. Ik ga u er toch in steken en ik ga u ongelijk geven. Ja. Zie jij uw stoma? Nee, ik zie hem niet. Hij is perfect verborgen met de taille band. Kom, we zijn vertrokken. Ja? Voilà, ze. Kathleen, denk jij dat je dit nu zou durven in aangepaste lingerie? Het is natuurlijk een stapje verder voor mij, maar ik zou het wel durven voor mezelf. Goed. Ondanks dat ik toch een beetje zenuwachtig was voor vandaag, ben ik toch heel blij dat ik de uitdaging heb aangenomen. Belangrijk is dat ik niet meer alles in functie ga kiezen of ga doen van mijn stoma en de keuze daar rond. En dat ik gerust ook gewoon mag zijn wie ik ben, zonder altijd te denken van wat ik heb.